En meneer, hoop je nog wat te verdienen vandaag? Kan je er wat mee vinden? Yes! We staan hier nu bij een prachtig 20ste eeuwse pand. Helaas kunnen we vandaag niet in een mooi kasteel staan, want ja, het geld is op. Gelukkig kunnen we ook hier genieten van een prachtige omgeving. Welkom bij Kunst tussen Kitsch. Nou, dit is zeer fraai schilderij uit de 18e eeuw. Mag ik u vragen waar u het vandaan heeft? Nou, dat heb ik gejat. Oké. Nou, ik taxeer de waarde van dit schilderij zo rond de 0. Noppes. Wat? Hou maar. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Nou, zoals jullie zien hebben we hier een prachtig stuk. Ja, we vroegen ons af wat het is en waar het vandaan kwam. Misschien kan onze taxateur er iets meer over vertellen. Ja, dit is een 18e eeuws tabakdoosje. En die komt afkomstig uit Griekenland. Werd gebruikt door de Grieken. En ook vaak op feestdagen, zoals geboortedata en koninginnedagen. Nou, hoeveel is hij dan waard? Nou, als dit een echt 18e eeuws tabakdoosje was, dan zou die 35 cent waard zijn. Maar dit is een wc-rol van AH Basic en die is 29 cent waard. Nou, toch leuk hoor. Ah joh, ik kan altijd nog gebruiken om je kont erbij af te vegen. Hallo. Ja, in mijn internetgeschiedenis vond ik iets. En ik wist niet goed wat het was, dus ik heb het maar even op een USB-stick gezet en ja, hiermee naartoe genomen eigenlijk. Zouden we kunnen uitzoeken wat dat is? Ja, toch ook gewoon die ambachtelijke stroombaan die zo groot zijn dat je gewoon, ja, zo groot, ja, denk heel. Ja. Dit heet Hives. Hives? Hives, ja. Wat is dat nou weer? Ja, het is iets zoals Google Plus. Het is ook vreselijk. Ja, ja. Ja? Mensen ergens helemaal kapot gaan. Is dat oud dan of zo? Dankjewel man, met een gooi. Ja, dat is erg oud. Het komt uit 21ste eeuw. Ja. Maar uit de statistieken is gebleken dat Hives een totale schuld van 40.000 euro heeft. Dus op dit moment bent u mij nu 40.000 euro schuldig. Ja, nee. Nou, het is een mooi stuk harnas. Ik heb op internet gekeken, hij komt uit de 17e eeuw. Ja, het is mooi stuk toch? Op eerste zicht zou dat inderdaad denken, maar je kan hier nu aan het middelste gedeelte van dit ding zien dat het eigenlijk een 14e eeuws kopie is. Als zij inderdaad uit de 17e eeuw was gekomen, had hij hem zo rond de 80.000, 90.000 euro kunnen taxeren. Maar helaas, omdat het een 14e eeuws kopie is, ja, en dan is hij gewoon nul waard. Noppes. Ja, het is een prachtig schilderij. Het is zo te zien nog in de originele staat, maar ik denk dat u daar wat meer over weet. Ja, dit is natuurlijk een prachtig schilderij van Da Vinci. En natuurlijk, het is een mooie staat. Je ziet wel dat het een beetje gerestaureerd is, maar hoe kom je er eigenlijk aan? Nou, vanmorgen bedacht ik bij mezelf, ik ga gewoon met de Mona Lisa naar Kunst tussen Kitsch. Dus ik ga naar Google, ik zoek de mooiste Google afbeelding die ik vind en print hem uit. Ik was nogal teleurgesteld omdat hij in 4 compartimenten uit de printer kwam rollen. Dus heb ik daarna de A4'tjes gepakt en netjes in elkaar gepuzzeld en geplakt met plakband. En ja, ik ben nogal blij met het resultaat. De lijst heb ik zelf getekend, zoals je ziet, met mooie groene stift. En ja, de opschriften hier, de handtekening van de schilder natuurlijk. En ja, nog wat andere belangrijke zaken. Nou, ja, ik wou eigenlijk in eerste instantie de lijst over de groene lijntjes uitknippen, maar ik heb daar toch niet de moeite voor genomen, want ik dacht van ja, het moet wel leuk blijven natuurlijk, dus ik ben gewoon zo
er naartoe gegaan. Ja. Ja, ik snap het. Ja. Ik ben echt tevreden met het resultaat en daarom wil ik ook weten hoeveel die waard is. Ja, nou, ik vind het prachtig. Ja. Alleen er scheelt wel iets aan. Ja, wat... Hier zit iets wat volgens mij niet. Even... Oh. Nou, sorry man. Maar ik kan wel even kijken, want. Oh, hè? Huh? Wat? Hey! Oh, tja. Weet je, aangezien er lichtelijke schade is, is het hele schilderij niet 34 miljard meer waard. Maar niks, nada, noppes. Dit gaat te ver! Nou, die taxeer ik nu op 0 noppes. Ja! 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 Ja!